Welkom terug bij de All-Sim Career Mode in FIFA 15 met Feyenoord. Vandaag de ontknoping van de Champions League pool. Oh ja, dat was ik vergeten. We moeten even contract van Douglas openbreken. Douglas. Where are you, man? Oh, bovenaan. Ja, oké. That's alright. Hij is een squad rotation. Voor de rest nog iemand. Congolo wil ik graag behouden. Haan, dat brengt me nog niet zoveel. Ruiz, die verdient wel ongelooflijk veel en hij wil nog meer verdienen. Nee, ik denk dat dit wel genoeg is. Anderhalf jaar. Hij is ook al 30. Anderhalf jaar is hij 32. Hetzelfde geldt voor El Amari. Ik denk dat ik El Amari ga verkopen in de transfer window. Ook vanwege zijn salaris een beetje. Eigenlijk, ik kan ook Ruiz gaan verkopen. Waarom niet? Dan kan Torstra gewoon weer terug op die positie. En dan hebben we op zich aardig wat geld verdiend met Ruiz. El Amari, dus Immers. Ja, geldt eigenlijk hetzelfde voor. Wat petje. Het zijn allemaal spelers die ik niet echt wil behouden. Behalve Pieters. Ik ga proberen of hij 2 jaar wil. Dat zou nice zijn. Pieters wil ik wel bewaren. Alhoewel die niet echt groeit, maar... Hij is een aardig speler en hij scoort ook nog af en toe. Ja, ik wil Roberts erin. Of El Amari is goed. El Amari. Laten we hem even omwisselen. Klaas hier eruit. Immers erbij. Let's roll. Oh ja. Ik wil eigenlijk met mijn B afvallen. Dat was niet zo handig van me. Roberts. Ja, laten we hem een kans geven. Ook Petje. Manu. Laten we gewoon een B-elftal opstellen. Vilena is nu 74. El Amari kan blijven staan. Karsdorp. Woudenberg. We hebben geen andere verdedigers. Nou, who cares? We zetten gewoon Angelino. En dan zetten we hier Douglas. En dan zetten we daar Lopez. Dit is een aparte opstelling. Laten we ook onze tweede keeper proberen. Whatever, man. Tegen wie spelen we? Oeh, uit bij Paxful. Oké. Als ze deze winnen, vind ik dat best wel heel knap. Gelijkspel is voor mij genoeg. Maar we beginnen al niet zo heel lekker. Vilena mist een penalty. Ach. Kom op. Doe wat terug. Doe wat terug. Poetje is erin. Vilena, there we go. 1-1. Houd vast. Alright. 1-1. Goed resultaat bij Zwolle. I can't complain. En nu komt de echte wedstrijd. Oh, we gaan natuurlijk ook geld krijgen hè, van de Champions League. Dat is wel nice. Dat was ik nog eigenlijk bijna vergeten. Het financiële aspect. Maar dat is ook zeker belangrijk. Ja. Oké, hij blijft. Scout report. Miralas. Hebben we ook wat... Dit is wel een aardige speler, denk ik. Met target. Nee, is niet echt boeiend. Hebben we echt boeiende spelers hier tussen zitten? Coates. Oh,
Nou. To be honest, deze Pereira spreekt me wel aan. Johnny Evans. Oh, Johnny Evans, eigenlijk. Ah, we hebben twee goede verdedigers. Dus, nee. Deze gast ziet er wel aardig uit. Maar hij is al 25. Oh, wauw. Hij speelt bij Portsmouth. Dat is wel apart. Hij is best wel goed. Tenminste, hij lijkt best wel goed. Oké, Jackson Martinez speelt niet meer bij Porto. Marco van Ginkel. Wow, zijn stats zijn zo goed. Chalobala. Ja, ik wil eigenlijk dat deze gast naar... Ja. Kom op. Wat wil ik doen? Ik wil naar transfers. Nee, ik wil hier... Scout instructions. Dat wil ik doen. Ik wil deze gast... wil ik naar een ander land sturen. Is dat mogelijk? I don't know. Lijkt er niet echt op. Aaron Lennon. Nice. Deze gast wil ik wel. Right, er zitten een aantal goeie tussen. Maar laten we kijken. Oh nee, laten we eerst het team gaan aanpassen. Ik ga niet met dit team optreden. Dit is best wel eigenlijk een heel goed team. Pentaleb, Pieters, Van Beek, Conkolo, die draaien we even om. Klein en Vermeer. Oké, staat alles goed? Ja, laten we... Nee, Immers is fitter. En we doen dit en dan is het oké. We hebben... Ik wil liever Lamproe. Alhoewel, wie is jonger? Hij is 24. Nou, oké. Boeit niet zoveel. Laten we kijken of het lukt vandaag. Ik hoop het. Kom op. Wauw, ze hebben van Bayern gewonnen. Kom op. Overwinning. Gelijkspel is niet genoeg. We gaan sowieso naar de Europa League als ze niet winnen, dus... Ik bedoel, dat is ook niet slecht. Misschien kunnen we daar nog ver in komen, maar Klaas die scoort 1-0. Oeh, Klein krijgt rood. Kom op, all defensive. Pak de bus. Jongen, gaan we het echt halen? Kom op. Nee! Nee, are you serious? Dit kan toch niet? Ongelooflijk. Wauw. Oh, dit is het meest pijnlijke moment dat ik ooit in FIFA simulatie ben tegengekomen. Zo dichtbij. Zo dichtbij. Dit is echt ongelooflijk. Oké, maar ik ben niet heel treurig. Ik ben eigenlijk best wel blij dat we in de Europa League spelen. Want daar hebben we gewoon een serieuze kans. Kijk dit. Gewoon lekker 12 miljoen. Update. Wout Weghorst. Nee, daar worden we niet echt vrolijk van. Zijn er goede spelers in Nederland? Deze ziet er goed uit. Ja, deze stats. Ik weet niet.
Soms lijkt ze heel goed, maar dan is de speler gewoon niet zo goed. Het zijn nog maar bepaalde statistieken. Ja, het gaat bijvoorbeeld niet echt om techniek en dat soort dingen. En ja. Speelt? Ah, oké. Okay. Even dat hij bij NAC speelde. Kiesna, zijn contract loopt af. Maar hij is in slechte vorm. Jordi Buijs. Nee. Wauw, zijn statistieken zien er goed uit. Ja. Meleg. McEachern. Volgens mij kwam hij van Middlesbrough. Ik ken hem nog van Middlesbrough. Toen ik in FIFA 13 of zo coach van hem was. Dit is wel een aardig speler. We kunnen nog een Johansson halen. Maar we hebben Klein al. Kijk, dat is een beetje het punt. We hebben gewoon, weet je, we hebben gewoon een vet goed team. Wat eigenlijk weinig betaalbare oplossingen heeft. Ja, eigenlijk gewoon geen. Want als Ruiz weggaat, wat eigenlijk de enige speler is in de basis die eventueel binnen 2 jaar weg zou gaan, dan kunnen we daar altijd Toornstra neerzetten en dan hebben we hier Vilena. Dus ja, ik weet niet. We hebben gewoon een supergoed team. En we gaan winnen van NAC. Kom op. En we spelen in de Europa League. Ik ga aan het einde van de aflevering even kijken tegen wie we spelen. Boetius scoort weer eens. Toch zo'n belangrijke speler, die Boetius. Kom op, 1-0 is wel een beetje karig. Oké, we hebben in ieder geval gewonnen. Update from Spain. Kijk, daar ben ik in geïnteresseerd. Zitten er boeiende spelers tussen? Oh. Zitten er boeiende spelers tussen? Bifuma, volgens mij is dat echt een super goede speler. Oh, die wil ik. Wacht, dat ga ik opzoeken. Ik ga gewoon even. Wat is er een goede site voor? FIFA 15 players. Oh, kan niet meer typen. Players. Career. Nee, oh. De enterknop is zo moeilijk. Zo FIFA? Oké, okay. Laten we Bifuma intypen. Bifuma. Oh, wauw. Oh, nee, laat maar. Laat maar zitten. Het is wel een goede speler. Maar zijn potentieel is 78. En aangezien... ik ga even kijken wat het potentieel van de meeste spelers is. Van Beek. Aangezien Johansson al 48 is. Oké, okay, Van Beek 81. Wauw, dat zou mooi zijn. Maar dan groeit hij niet echt snel. Oké, okay, 83 voor Congolo. Nou is het wel dat Congolo bijvoorbeeld een overall heeft van 75. Maar toen wij aan deze career mode begonnen, had Congolo een overall van 72, 73 of zo. Dus ja, dus ik weet niet of dan ook zijn potentieel echt zo hoog is. Pieters, 75. Oké. Misschien voor Pieters in de komende jaren een betere speler. Klein, toch wel boven de 80. 81, dat is nice. Hier hebben we nog meer Toornstra. Oké, Toornstra heeft zijn max eigenlijk gehaald. Dat is oké. Ruiz, 81. Zit op 80. Klaasie, 81. Johansson, daar ben ik naar geïnteresseerd. Ik hoop dat ik het goed schrijf. Nee, waarschijnlijk niet.
Johansson. Nee, nog steeds niet. Johansson. Nee, oké, okay, we kijken zo even. Boetius. 82. That's nice. Kiesnaar, dat wil ik wel. 85? Are you for real? En El Ghazi? 84, zo. Andersen, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Andersen. 82. Gesse. 83. Oké. Okay. Oh, dat was een max volgens mij met Bilbao career mat. Of niet? Oké, okay, wie hebben we nog meer? Bentaleb? Die wordt toch wel 80. Ik denk wel hoger. 84. Oh, dat zou mooi zijn als hij dat haalt. Klaasie, die hadden we al. 81, hè? Ja. Even meer. Ik denk 80 misschien nog. Wauw. Zijn potentieel is 78, maar onze Vermeer heeft 79. Dus dat is nice. Wat zoeken we nog? Roberts. Die zocht ik. Holy hells. 85. Oké, okay, ik heb nu één tip voor je. Als jij een career mode begint en je hebt een recht half nodig, koop alsjeblieft Roberts. Wauw. 85. Ik ga wat kijken van mijn... Jet Wallace. 74. Dat is niet zo hoog als ik verwacht had. Lewis Cook. Die zoek ik. 80. Oké, okay, that's nice. Jake Lucas. Die staat er niet eens bij. Ryan Taylor. 73. Oh nee. Wauw. Dit is bizar. Ryan Taylor heeft een potentieel van 65. Maar in mijn career mode, spoiler alert, heeft hij een rating van 65. Of van 69. Dus dat is best wel goed. Ja, ik heb eigenlijk heel veel spelers die veel hoger hebben. Riedewald heeft een potentieel van 82, maar in mijn carrière groeit hij gewoon niet. Dat is best wel kut. Lucien heeft een potentieel van 67. Oh, ik moet heel hard lachen. Polas, die wil ik wel weten. Oké, okay, 77. Ik had dat hoger verwacht. Wil ik nog iemand weten? Ja... Maar ik ga het niet zeggen. Dat zou een hele erge spoiler zijn. Oké. Okay. Yeah. Deze site. Ja, oké. Okay. Laten we doorgaan. Borja Viguera, dat vond ik niet zo'n hele goede speler. In mijn Bilbao career mode. Jonathan dos Santos. Oeh. Die wil ik wel. Dos Santos. 83. Svitanic. Die speelde nog bij Ajax. Oké. Er zitten boeiende spelers tussen. Tielemans. Die wil ik opzoeken. Tielemans. Wow. 89. En Praat. Dat vind ik ook een goede speler. Praat. 84. Oké. Okay. De Bruyne. 88. De Pai, die wil ik eigenlijk wel zien. 88. Alright. Alright, oké, okay, ik weet genoeg. Volgens mij wordt dit zo'n hele lange aflevering zonder dat jullie echt iets te zien krijgen. Maar ik ben wel een stuk slimmer geworden nu. Dus dat is een pluspunt. Holy hell, we zijn 20 minuten bezig. Dat was niet de bedoeling. We spelen tegen Ajax. Kom op. En dan nog tegen NAC.
Daarna nog een wedstrijd. Dan wordt het al een hele lange. Oké. Okay. Laten we gewoon onze beste opstelling gebruiken. En laten we weer... Holy held! Stond het terecht? Ajax heeft met 6-0 verloren van Real Madrid. 6-0. Dat is de grootste uitslag volgens mij die ik ooit heb gezien in FIFA. In FIFA 15. Ik weet nog, in FIFA 8 was er een hele leuke bug. Was één team en die verloor alle wedstrijden met 11-0 als je het ging simuleren. Nou ja, 11-0, 8-0, 9-0, 10-1. Je begrijpt het. Allemaal die grote uitslagen. Spelen gelijk. Dat is best wel nice. Oh, Sivkovic. Die wil ik even kijken. Milik. Ik weet niet meer precies welke ploeg dan. Okay, Milik heeft een aardige. Sivkovic. 85. Oké. Ik weet niet meer precies welke het was. Darlington misschien? Het is echt een pure gok. Ik geef Poetius een wedstrijd rust. Ja, de rest kan wel door. Is dit de laatste wedstrijd van de maand? Ja, oké. Okay. Dan stoppen we direct naar deze aflevering. Of naar deze wedstrijd, want deze aflevering is behoorlijk lang. Oké, okay, thuis tegen NAC. Oh, kom op, Johansson. Ja, yeah, there we go. We wonnen eerst niet zo groot van NAC. Met 1-0. 2-1 nu. Kom op. Oké. Okay. Geen rode kaarten graag. Dat zou ook fijn zijn. Ah, blessure Ruiz. 4-1 overwinning. Dat is wel mooi. Dat is een goed resultaat. 62.000. Oké, okay, 3 dagen. Dat is not bad, want we spelen de komende 2 weken geen wedstrijd. 3 weken. Winterstop in Nederland. Dus dat is mooi. Oké, we staan tweede in de competitie. Oeh, wel op fikse achterstand van PSV. Maar we spelen nog thuis tegen Twente, tegen Ajax en PSV. We hebben de uitwedstrijden gehad. Dus dat is positief. We zitten precies op de helft. Dus tegen de top 4 moeten we eigenlijk alleen nog maar thuis. Dus dat is positief. We gaan naar het EK. Dat wisten we al. Tegen wie zitten we in de Euroleague? Dat kunnen we zo niet zien. Maar ik wil ook even kijken naar de Champions League. Oh, en in de beker. Champions League, Real, AC Milan. Oké, dat is mooi. Juventus, Marseille. Marseille wel verrassend. Bayern, Zenit. City, Paris Saint-Germain. Chelsea, Barça. Het zijn wel echt mooie wedstrijden hoor. Dortmund, Valencia. Manchester United, Inter. En Atletico Porto. Niet echt verrassingen. Misschien... Ja, nee, eigenlijk niet. Valencia misschien, maar... Niet echt verrassingen. En Dutch Cup... Uit bij Heracles. Oké, okay, moet te doen zijn toch? Vorig jaar wonnen we de beker. Oké. Laten we naar de Euroleague kijken. Tegen wie we spelen. Braga, oké. Okay. Ja, dat moet te doen zijn toch? Braga. We hebben Porto. We hebben over 2 wedstrijden gelijk tegen gespeeld. Dan moet Braga niet zo een probleem zijn. Braga staat op het moment. Op het moment. 7e. En Porto stond 2e. Dus ja, dit moet geen probleem zijn eigenlijk. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En dan gaan we weer naar de transfer deadline. Of de transfer window. Dus tot dan. Dit was officieel de langste aflevering tot nu toe. Maar ja. Het is nou eenmaal zo. Dus dan voor het kijken en tot de volgende keer.